Dames en heren, van harte welkom. De persconferentie van het Stadshotel. Ik sprak vanochtend iemand en die zei, wie had dat ooit durven geloven? Toch meneer? Ja. Welkom. Voordat we beginnen, even het programma van de dag, het programma van de ochtend. Weet jullie waar jullie aan toe zijn. We binden jullie de hele ochtend, want het wordt een interessant programma. Dus even kijken. We beginnen met een welkom. Dan zal ik even kort de geschiedenis, het proces en het heden kort over het gebouw uitleggen. Dan hebben we een officiële opening, een rondleiding en een vragenronde. En tijdens dit hele programma zijn de drankjes, de koffie, de hapjes, wellicht, ik weet niet of dat erin zit, wel het. Allemaal van het huis, dus geniet er lekker van. Voordat ik begin met een stukje geschiedenis, wil ik jullie allemaal even kort voorstellen aan de hoofdpersonen van deze ochtend. Dan begin ik met Ed en Wieteke Breuren. Ed staat daar achterin, Wieteke staat daar voorin. Ja, dus even dat ze weten wie jullie zijn, dat weet iedereen wel. Maar. Martin Schreurs, even, dat is de meneer met de mooie oranje strik, staat u goed. Gijs en Marcel Okkerman. Wie is Gijs, wie is Marcel? Ja. Ah, wist ik wel, maar... De mannen van Boltonbouw, aanwezig vanochtend. De bouwers, misschien zullen ze nog inhaken. Niek Engelhard, dat is de man achter het merk. Ja. En Dries van Rossum. Die heeft zich vanochtend helaas bij mij afgemeld, maar straks daar nog even meer over. Stukje geschiedenis. Ik zal jullie niet te veel vermoeien met verhalen, jaargetallen en dat soort zaken, maar het begint eigenlijk allemaal bij Dries van Rossum, de opa van Ed. Eigenlijk de echte hoofdpersoon deze ochtend. Hij zal nog een paar keer terugkomen. Wie was Dries van Rossum? Dries was een varkensboer uit Woerden. Dat was een beetje, ja, ik moet het met respect zeggen natuurlijk, maar een eigenaardig, markant figuur. Want als hij zijn knaak had verdiend, nee, dan ging dat niet naar moeders de vrouw. Nee, dat ging hij naar de horeca toe, want daar lag zijn hart. En die sponsorde die ook naar hartelust. Van Rossum, die ging ook met zijn varkens langs de boeren en kreeg daarin voor, in ruil daarvoor, kreeg die producten uit de regio. En wellicht zal die oude Van Rossum misschien wel eens na zijn bezoek aan de horeca zijn blaas hebben geleegd tegen dit pand. Maar zal hij ooit gedacht hebben dat zijn nazaten dit pand zouden exploiteren tot hotel, restaurant, café en verswinkel? Ik denk het niet. Korte geschiedenis, 1762. Toen is dit arsenaal gebouwd. Het was een militair opslaghuis als het ware en een belangrijk punt ook in de waterlinie om de Franse kust te houden. In 1979 heeft de gemeente Woerden dit pand aangekocht, in 1973, excuus. 1977 begonnen ze met restaureren. En dat duurde tot 1979. Nou, tot op heden weet men nog niet wat er in die 2 jaar is gebeurd, want het bleef en was een bedompt en donker hok. Je kunt er bijna niks meer bij voorstellen, maar dat was het wel. Ja, en vanaf 1979, ik ben hier nog geweest met het Straattheaterfestival, er waren af en toe wat festiviteiten, maar volledig benut werd het nog niet. Maar toen, op een mooie dag, maart 2012, ontstond er iets moois. Ed en Wieteke Breuren van de overkant, die hadden hun oog wel eens laten vallen op dat donkere hol aan de overkant. Maar toen Gijs en Marcel Okkerman hun plannen met Ed en Wieteke bespraken met het arsenaal, werd er een idee geboren. We maken er een hotel. Nee, we maken een hotel en een restaurant. Nee, we maken een hotel, een restaurant en een verswinkel van. Ja, en die verswinkel, dat stond hoog op de bucketlist van Wieteke. Wieteke, je hebt hem, hè? En de gemeente Woerden. Kijk even de mannen aan, maar die waren enthousiast. Want door de plannen met dit pand ontstond er een win-win situatie. Woerden zou hiermee een grote plus achter zijn naam krijgen. Ja, en dan ga je beginnen. Papierwerk. Een rijksmonument midden in het centrum. Dat gaat jaren duren.
Zullen we even kort vertellen hoe dat is gegaan? Maart 2012 was het idee geboren. 6 juni 2012 was het papierwerk rond. Een bizar snel traject. En volgens mij valt of staat dit traject met de samenwerking die Ek en Wietke zijn aangegaan met de gemeente. Een samenwerking waar de Haagse politiek nog een puntje aan zou kunnen zuigen. En een groot compliment voor de gemeente. Want ja, ik ga ze niet invullen, maar we weten allemaal dat er vooroordelen zijn over ambtenaren, gemeenten. Maar Boeren heeft wat anders laten zien. Al dat papier, al die vergunning, al die meewerkende ambtenaren, alle procedures. Als het Stadshotel in Gouda was geweest, hadden we hier in 3035 nog steeds niet gestaan. En hier zijn we, na zo'n korte tijd. Er werden zelfs weekenden doorgewerkt. Sterker nog, op het gemeentehuis nachten doorgewerkt. Groot compliment. Een paar namen, Peer van der Bos, Edward, Martin Fransen, Pia, en dan missen we er nog een paar, maar allemaal toppers jongens. En Ed en Wiet vonden het belangrijk, de gemeente, goede samenwerking belangrijk, maar ook de omwonenden, want die zitten toch met de overlast en de puinzooi. Ed en Wietke die wouden echt in ieder geval de neuzen dezelfde kant op hebben, van de gemeente, van de omwonenden, draagvlak creëren voor hun passie. Is ze gelukt? Hartstikke leuk. En nu konden ze echt beginnen. Beginnen met de bouw. Maar waar begin je dan? Jongens, wat werkt? Wat is handig? Hoe maken we een merk? En toen kwam Niek om de hoek kijken. Ze zijn met Niek naar New York geweest. Want New York, daar moet je zijn voor de inspiratie op het gebied van horeca. Daar gebeurt het. En in New York is het kwartje gevallen. Het kwartje was, het moet een open keuken zijn. Een vestwinkel en misschien de combinatie met een hotel en een restaurant. En dan moeten mensen lange tijd hier kunnen verblijven, maar ook even kort, even een laptopje, even mail checken, even kijken, even kort binnenkomen waar voor een kopje koffie. En Niek die gaf in het voortraject bij mij aan, ik vind Ed af en toe een beetje een straatprofessor. En Niek verdenkt Ed er ook van dat hij, ja, dat idee, dat kwartje waar ik het over had, dat al lang bij Ed in zijn hoofd zat. Maar door New York is bij iedereen dat kwartje gevallen. En hier staan we dan. Kijk je maar eens even omhoog. Ik ben hier geweest toen met dat straattheaterfestival, toen het er nog zo'n donker bedompt hok was. Maar dit is, ja, dit is fantastisch. Door het doorbreken en de opening in het dak is eigenlijk als ware de ziel van het pand blootgelegd. Eigenlijk is de hele indeling van het hele pand is omgegooid. Dat kunnen jullie straks ook zien. Was een tip van de makelaar. De makelaar zei, denk het nou eens helemaal leeg. Dat is wat we nu zien. Groot. Robuust. Licht. Opening naar het pleintje. En bij aankomst hier binnen, en dat is s'avonds nog meer merkbaar, dus u moet nog een keer s'avonds terugkomen. Maar zie je dat over alles is nagedacht. De LED-verlichting in de vloer. Je wordt als ware het pand ingetrokken. Bij binnenkomst zie je dat er eigenlijk gebruik is gemaakt van natuurlijke producten. Dus staal, hout, metaal, steen. En het arsenaal Woerden straalt dankzij zijn prachtige architectuur meer als ooit tevoren. En met het oog op die nieuwe bestemming, het was nog helemaal geen hotel, is er eigenlijk gebruik gemaakt van de duurzaamste technieken. Stadshotel en Van Rossum. En waarschijnlijk zullen ze binnenkort ook het Green Key Gold label mogen voeren. Even voor de niet-kenners, dat is eigenlijk Blue Label, maar dan voor gebouwen. Boven zult u straks zien dat alle kamers van alle gemakken zijn voorzien. Alle kamers en suites, nou de ene is nog groter dan de andere. Ramen kunnen bijvoorbeeld niet open, dat je denkt, ik kan niet open. Nee, dat is een luchtbehandelingssysteem die de temperatuur van het hele gebouw regelt. Alle luxe en comfort onder één dak. En als je een kamer boekt, is de filosofie erachter. Je boekt niet een kamer, je boekt jouw kamer. En als u zich op uw gemak voelt, is de missie van Ed en Wiet geslaagd. Maar we hebben het over het pand gehad. Maar wat is een pand zonder ziel? Dat is als Woerden zonder Stadshotel, dat is als Ed zonder Wiet. We staan in een pand met een ziel, maar we staan niet in een pand, we staan in een verhaal.
Het verhaal van Driekus van Rossum. Jullie kennen allemaal Jack Sparrow van The Pirates. Een man die niet bestond 5 jaar geleden, 6 jaar geleden, maar tot leven is gebracht. Zo is het ook met Driekus. Driekus heeft wel bestaan, Driekus van Rossum, maar is eigenlijk opnieuw tot leven gebracht. Driekus van Rossum is de uitbater van dit geheel. Van het stadshotel, de barrestaurant en de vestiging. En zijn liefde voor horeca heeft hij hier eigenlijk wezenlijk gemaakt. Van Rossum woont hier. Van Rossum werkt hier. Van Rossum maakt in zijn hotel en restaurant voornamelijk gebruik van producten uit de regio. Van Rossum heeft een boutique hotel, maar zoals hij zelf zegt, ik heb al mijn kamers ingericht voor mijn familieleden als ze een keer langs willen komen. Als die er niet zijn, mag u er slapen. En over nieuwe communicatietechnieken, nou, daar is Van Rossum ook helder over. Dat bloggen in de cloud, dat is helemaal niks voor mij, zegt hij. Het ware contact maken met mensen die in één ruimte vertoeven en helemaal zichzelf kunnen zijn, dat vind ik mooi. Want wat is het mooi als je mensen zo'n ruimte kan geven. En over ruimte gesproken, Van Rossum zegt, ik wil mijn gasten zo warm en hartelijk ontvangen en zo verwennen dat zij alle ruimte voelen om helemaal zichzelf te kunnen zijn. Ik wil hen het gevoel geven dat het ze van harte is gegund alle tijd voor zichzelf te nemen. Al dus Van Rossum. Nou, als ik dit zo uitspreek, dan krijg ik te lang. Dit even ter opening. Ik wil het woord geven aan Ed voor de officiële opening. Als hij nog... Martin geven voor de officiële opening. Ik zal de lessenaar even voor u bijpakken. Je hebt jezelf tekort gedaan. Stel jezelf ook even voor. Ik ben Chris Segers. Nou, daar kan ik niks aan doen. Valt tegen, hè? Dames en heren, de hele week heb ik uitgezien naar dit moment. De officiële opening van Stadshotel Woerden en Van Rossum. En ik was niet de enige die vol verwachting was. Afgelopen weken gonsde het al door de stad. Ze gaan bijna open. En Stevas kwam erachteraan. En wat wordt het toch mooi. Inwoners feliciteerden zelfs elkaar met de aanwinst. Ed en Wieteke Breuren, familie Okkerman, laat ik beginnen met u te bedanken. Want we mogen ons gelukkig prijzen dat we in Woerden ondernemers als u hebben. Ondernemers met visie, met plannen, met lef, kortom, met hart voor Woerden. U hebt het aangedurfd om een gesloten bolwerk aan te kopen. Voor mij persoonlijk de opening van de doos van Pandora. Donker en muf. En dit om te toveren naar een waar paradijs is geweldig. Waar het licht weer stroomt, de deuren en de luiken openstaan en de warmte ervan afstraalt. En het mooie is, iedereen is hier welkom. Daarmee geeft u dit historische pand terug aan de Woerdenaar. Wat een grote wens was van het gemeentebestuur en een belangrijke rol speelde bij de verkoop. Het pand maakt weer deel uit van het dagelijks leven in de stad en geeft het hele centrum allure. Met het pand komt ook de geschiedenis weer tot leven. Want het heden draagt altijd het verleden in zich mee. Alle episodes uit de rijke historie van dit pand vormen samen het verhaal. En wat voor een verhaal. Het begon 250 jaar geleden als koninklijk tuighuis. Was vervolgens lange tijd militair magazijn en werd in de jaren 70 van de vorige eeuw een besloten feestlocatie met nevenverschijnsel van uren draaiende busmotoren. Vandaag begint er een nieuw hoofdstuk en het is nu al spraakmakend. Stadshotel Woerden en Van Rossum. De omgeving werd van begin af aan nauw bij de plannen betrokken. De luiken gingen open.
En zo vaak als maar mogelijk was, werden buren, marktlieden, de monumentencommissie, ondernemers en vele anderen uitgenodigd om binnen te komen kijken en in gesprek te gaan. De ruimte te tonen bij de Open Monumentendag. Groot succes. Zelfs de schaatsers van het kerkplein rond kerst en nieuwjaar waren welkom om hier de ijzers onder te binden. De opbrengst van deze openheid was een brede bekendheid van de plannen. Veel enthousiasme en ondersteuning. Dat neemt niet weg dat er behoorlijke uitdagingen op uw pad en ons pad kwamen. Ik zal ze niet uitgebreid noemen, maar wil wel aangeven dat alle partijen steeds oplossingsgericht waren. Het was soms spannend, maar altijd was er het vertrouwen dat we eruit zouden komen. Ook op het stadhuis is alles uit de kast gehaald om dit initiatief mogelijk te maken. Ambtelijk heeft het bijgedragen het omdenken te stimuleren. Zij verdienen complimenten en verdienen de credits die daarbij horen. Dit nieuwe hotel is van Woerdenaren, voor Woerdenaren en door Woerdenaren. Want de partijen die u bij dit avontuur hebben betrokken, zijn veelal afkomstig uit deze regio. En wat hebben die in vakmanschap? De architect, de aannemer, de onderaannemers, de warmte- en koelinstallateur, keukenleverancier, maar vooral ook de afzuiginstallateur, want hij heeft werkelijk handwerk moeten verrichten, omdat het voordeel van zo'n oud gebouw is dat alles scheef is. En ik zou ook niet willen vergeten te noemen de heren Moesbergen, die een belangrijk aandeel hebben gehad om zover te kunnen komen. Zij hebben met zorg en zichtbare liefde dit gebouw letterlijk onder handen genomen en nieuw leven ingeblazen. Ook alle andere aanwezigen, heel hartelijk dank voor uw aandeel. U mag trots zijn op deze prestatie. De verbouwing was goed voor onze Woerdense economie. Maar dat geldt ook voor het gebruik en de verkoop van de streekproducten. De werkgelegenheid voor het personeel en de aantrekkingskracht die het hotel uitoefent voor toeristen en zakenmensen. Het draagt allemaal bij aan een verdere versterking van een levendig en bruisend bestaan in Woerden. Ik stel me zo voor dat hier een extra huis is gekomen waar mensen elkaar zullen ontmoeten, contacten leggen, vrienden maken. Dat er een inspirerende sfeer is en zal zijn waaruit weer nieuwe initiatieven voortvloeien. Ik heb het maar genoemd het geweten van Woerden. Persoonlijk hoop ik dat er ook ruimte zal zijn voor kleine plaatselijke gezelschappen om voorstellingen in de culturele sfeer te geven, dans, zang en noem maar op. Graag wil ik iedereen die op welke manier dan ook een steentje heeft bijgedragen, hartelijk danken. Ed en Wiedeke, maar ook Gijs en Marcel, gefeliciteerd met dit schitterende stadshotel. Ik wens jullie een mooie toekomst en alle goeds toe. Ja, en natuurlijk hoort daar ook een cadeau bij. Het kan eigenlijk niet anders, of het heeft een link met de historie. Maar het zit wel in een modern jasje. Ons streekarchief, het Regionaal Historisch Centrum, heeft dit gevonden en ik mag het u aanbieden, mede namens hen. Het gemeentebestuur wil u dit schilderij een waardevolle aanvulling geven en passend bij de huidige ambiance, want er is maar één gemaakt en daarmee is dit exemplaar uniek. Mogen het een mooie plaats krijgen, waarmee symbolisch gezegd wil zijn, het Stadshotel Woerden en Van Rossum is weer van alle Woerdenaren. Niet aan laten maken omdat ik weet dat jullie dan toch zelf het op je eigen manier doen.
Dieteke, wat vond je ervan? Want je zei het net zonder microfoon. Even repeat. Ja, ik vind dit fantastisch. Ja, dat is prachtig, zo'n prachtig exemplaar. Dus we gaan een hele mooie plek zoeken waar iedereen het ook kan zien. Dus dat is wel, Ik geef het woord aan Ed voor de officiële opening. Ja, nou, Martin, onwijs bedankt voor de toespraak en het cadeau. Dat is echt veel te gek. Ja, zoals ik erna zat van verrossing betaald, heb ik natuurlijk niks voorbereid. Mijn krachten met speechen. Ik wil eigenlijk eerst ook beginnen met een paar mensen bedanken. In eerste instantie natuurlijk Dieteke en mijn onwijs lieve dochter Jules. Komt er ook even bij. Want die heeft ons de afgelopen tijd veel moeten missen en veel zelfstandigheid moeten doen. Dus daar zijn we erg trots op. En het is een sterke meid die ook meegaat. Dus eerst mijn familie bedanken. Daar ben ik echt onwijs trots op, want zonder hun hadden we hier nu niet gestaan. Ja, dan ga je natuurlijk verder. Ik moet eerst ook de naam van Gijs en Marcel bedanken. Zonder hun opmerking van, joh, wij gaan het Arsenaal kopen en jullie moeten er wat mee doen, had ik hier niet gestaan. Want veel meer kan ik er niet over zeggen. Dat is eigenlijk het eerste verhaal mee beginnen. Daarbij wil ik natuurlijk ook de gemeente, met name Martin, maar ook zijn team erachter, onwijs bedanken voor de zeer plezierige samenwerking. Tot op de dag van gisteren lopen dingen gewoon echt super mooi. En iedereen voelt de potentie. En vandaag weer natuurlijk. Iedereen voelt de potentie en ziet wat we gedaan hebben hier met z'n allen. Het is een bijzondere dag. Het is mooi om te zien dat vandaag de dag van de duurzaamheid is. En de duurzaamheid is ook in het begin een ding geweest dat wij hebben gezegd van jongens, als we beginnen dan gaan we het ook helemaal duurzaam doen. Dus we staan hier in het meest duurzame hotel, restaurant van het Groene Hart. En misschien wel van de hele provincie Utrecht, maar dat moeten we nog uit gaan zoeken aan de stroomrekeningen straks. We zijn natuurlijk onwijs trots en overweldigend van de reacties die we de afgelopen dagen met de proefdagen hebben gehad. Vandaag, nu het officiële gedeelte, vandaag zal de opening de dag in het kader staan van alleen maar openingen. Vanmiddag gaan we ook de buurt weer uitnodigen. En vanavond hebben we nog een informele opening met wat andere toestanden. Dus ja, het wordt een geweldige dag en vanaf morgen gaan we de deuren opengooien. Ik hoop dat de mensen ons een beetje de ruimte en de tijd geven om het op te zetten, want het is toch wel bijzonder. We hebben eigenlijk, zoals Chris net ook al zei, we hebben vier winkels in één. We hebben een bar, we hebben een restaurant, we hebben een hotel en we hebben een verswinkel. En de neerzet is één en de twee is natuurlijk de exploitatie. En we geloven volledig in ons team. We hebben onwijs superleuke mensen aangenomen, allemaal geselecteerd voor Van Rossum. Dus we gaan er gewoon een supermooi project van maken. En nou, we zijn blij met jullie aanwezigheid hier nu natuurlijk. En ik zou zeggen, op naar de toekomst. Dank u wel voor uw aanwezigheid. Ik geef het woord weer terug aan Chris. Chris. Bedankt. Dan lijkt me het goed. Wij gaan het officieel openen met schaar en lint en dergelijke. Er is geen weg meer terug. Martijn, er is geen weg meer terug. Ja, die is goed. Yeah. En hiermee verklaren we officieel het Hotel wordt open! Mooi! Klassikaal op jullie. Ja. Een toast! Ja. Salut! 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 Ja.
niet. Nou, applaus mannen. Proost. Nieuw arsenaal. Ja.